Dag dames en heren, welkom op het Compaan College. In deze video gaan we het hebben over MAVO XL. En dat doen we met Boukje Bouwmeister, de locatieleider van de Isidorenstraat in Zutphen. Locatie Isidorenstraat. En Evi Kamphuis, leerling hier in Vorden of in Zutphen? In Vorden. Oké, leuk. MAVO XL, we hebben het al een aantal keren voorbij horen komen in de video's. Maar waar staat nou eigenlijk die XL voor? Ja, bijzonder hè, die afkorting. Ja, XL staat eigenlijk voor extra leuk. Het is een extra, leuke opleiding. Ja, dat vinden wij van wel. Ja. En we bereiden onze leerlingen extra goed voor op het mbo. Dus de opleiding waar ze daarna naartoe gaan. Ja, en wat maakt het dan echt anders dan een gewone MAVO-opleiding, die je misschien bij een andere school nog op een normale, traditionele manier hebt? Het heeft echt te maken met ons vakkenpakket wat we aanbieden aan onze leerlingen. Wij bieden onze leerlingen echt meer dan theorie. Onze leerlingen leren niet alleen de theoretische vakken die je op een normale MAVO ook krijgt. Maar we leren ze de vaardigheden die je nodig hebt om later op het mbo, maar ook in je gewone beroepsleven, in je gewone leven, verder te kunnen. Denk aan presenteren, denk aan plannen, aan organiseren. Nou, dat soort zijn echt vaardigheden die je nodig hebt later. En die willen we je heel graag leren. Ja, kun jij eens een voorbeeld geven vanuit de praktijk? Wat zijn nou die vaardigheden die je leert? Nou, we leren niet uit het boek. We hebben projecten moeten we doen. Nu hebben we ook dat we de nieuwe school gaan ontwerpen. En dat moeten we milieubewust doen. Dus we moeten ook rekening houden met het klimaat. Ja. En daarvoor moeten we presentaties maken. En er komen mensen langs die dingen gaan uitleggen. En ja. Dat is wel heel leuk. Dan komt er eigenlijk geen boek bij kijken. Nee. Nee. En die mensen die komen dan langs vanuit andere bedrijven of zo. Die dan voorbeelden geven van hoe je dan milieubewust iets kunt bouwen of zo. Mm-hmm. Ja, dat is wel heel leuk. En helemaal omdat de school ook bezig is met een nieuwbouw. Ja. Ja. Worden er dan ook nog stiekem een paar plannen zo van jullie door de architect gebruikt? Ik weet het niet, maar het zou wel kunnen. Leuk zijn. Ja. Ja, ja. Het leuke is, dat vak heet dus ook het vak XL. He, extra daarin, leuk. Ja, extra leuk en gewoon een extra dimensie aan wat jij leert op school. Ja, ja. En welke vakken zijn het dan allemaal die onder de MAVO XL vallen? We hebben Nederlands, Engels en Duits en wiskunde en nog twee combinatievakken. Ja, zal ik daar wat over vertellen, Evi? Ja, de combinatievakken M&M en MNN bieden we aan. Dat zijn de irritante afkortingen. Ja. Maar eigenlijk betekent het... M&M. Ja, lastig, ja, hè? Ja, dat moet je even uit. M&M eerst. Het heeft allemaal te maken met de mens. Oh, ja. En het ene is mens en maatschappij. Ja. En de andere mens en natuur. En eigenlijk wat we daar doen, is de vakken die met elkaar te maken hebben ook samen aanbieden. Ja. Bij mens en maatschappij krijg je bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis samen. Mm-hmm. En want een vulkaan is heel aardrijkskundig-achtig, maar dat heeft ook veel met geschiedenis te maken, want wat heeft dat dan gedaan vroeger in de geschiedenis en wat heeft dat voor een invloed gehad op een land? Bij mensen natuur worden biologie en natuur scheikunde samengevoegd. Ja. En daar kun je natuurlijk wel bij bedenken dat je daar hele coole en leuke proefjes mee kan doen om die twee dingen te combineren. Ja. Toen ik eerder de MAVO deed was het 4 jaar. Is dat nog steeds zo? Ja, het is nog 4 jaar. Nog steeds 4 jaar. Ja, MAVO XL is ook 4 jaar. Zeker, ja. Ook 4 jaar. En met welk basisschooladvies kun je toegelaten worden tot MAVO XL? Nou, in principe met een MAVO-advies. En daarbij kun je, als je naar de locatie Vorden zou willen, met een kader MAVO-advies, dus met een combinatieadvies, ook terecht. Ja, ja. En die MAVO XL wordt dus op alle locaties gegeven? Op de locatie Isidorenstraat in Zutphen met een MAVO-advies en op de locatie Vorden met MAVO of kader MAVO-advies. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Hartelijk dank. Geen dank. Jij ook, Evi, bedankt. En ja, wat ik je nog even wil vragen eigenlijk, want ja, de groep 8 leerlingen zitten natuurlijk te kijken. Mm-hmm. En die vragen zich misschien wel af. MAVO XL, dat zal allemaal wel. Maar is het wel een leuke school? Ja, ik vind het echt een leuke school. Want het is klein, maar fijn, zou ik het zo maar noemen. Want het is heel overzichtelijk. En je wordt ook goed, als je problemen hebt, word je... Niet dat ik problemen heb, maar als je dingen hebt, dan word je heel goed daarmee geholpen. Ja, precies. Ja, ja, je kunt natuurlijk altijd iets hebben met dyslexie of dat er iets anders aan de hand is. Ja, dus dan is goede begeleiding voor. Mm-hmm. Nou, hartstikke leuk. Dus jij zou het de groep 8 leerlingen wel aanraden? Ja. Ja? Nou, heel goed. Dankjewel. Heeft u nog andere vragen, dan kunt u altijd terecht op de website compaancollege.nl. En dames, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Geen dank. Graag gedaan.